Niemand weet hier wat vanaf, terwijl dat juist in de kranten stond binnen een dag en de hele wereld was er geschokt over. Terwijl dit veel groter is en niemand weet er wat vanaf, daarom willen wij dit in de media en bekend maken. Een campaign van Milieudefensie, it's called, and it's called Worse Than Bad. Yeah. And we are trying to make people aware about the oil spills that Shell is causing in the Niger Delta. It is twice as big as the BP oil spill in the Gulf of Mexico. Oh, it's twice? Yeah, it's twice as big, like even bigger than twice as big, so it's nice to know about it as well. How we can help? By liking it on Facebook, sharing it with your friends, sharing the story. Het heet Neerte en de Zwarte Bende, zoals je daar kan lezen. En daarom willen we ook graag even een foto maken, en zoveel mogelijk foto's van iedereen met dit spandoek. Zodat jullie het op Facebook kunnen zien, zodat jullie vrienden het weer zien. En zodat zoveel mogelijk mensen over dit probleem te weten kunnen komen. Doordat we dit zo groot promoten en zoveel mogelijk mensen hiervan weten, willen we druk uitoefenen op Shell, zodat zij er wat aan gaan doen. Zodat zij hun geld gaan steken om de troep die zij maken op te ruimen. Good for the Niger. It's not nice. Not nice. De grote putten, ja. Shell. Ze moeten weten dat ja, het gaat niet alleen maar om geld. Dat is toch weer in de hippie-tijd. En dat doen we om aandacht te vragen voor iets wat verder gaat dan jezelf, vind ik wel echt mooi. Ik heb het idee dat het wel gelukt is. En mooi dat er mensen aanhaken die niet hiervan zijn. Dat vind ik leuk. En dankjewel dat jullie er waren.